Terry Gielen, gefeliciteerd met de beker. Jouw eerste jaar Brugge, meteen een prijs. Ik denk dat jij super gelukkig bent. Ja, natuurlijk. Het is een doel wat we voor ogen hadden van het begin van het seizoen al. En het is echt zalig om die beker vandaag te kunnen pakken. Zeker hier in het huis van Leuven zelf. Eerste helft hadden jullie het wat moeilijk. Had Leuven ook wat meer kansen. Maar jullie doelvrouw stond pal. En dan toch zo'n ongelukkig doelpunt net voor rust. Wat gebeurt er dan? Wat voel je dan? Ja, dat is balen natuurlijk. Het klopt wel dat we eerste helft eigenlijk wel wat onderlagen. Dat hun meer kansen hadden. Maar we zijn blijven knokken. Het was wel een domper dat we die goal tegenkregen. Maar we hebben onder de halve de koppen terug bij ingestoken, nog wat bijgestuurd, gezorgd dat we compacter staan. De tweede helft ging dan beter en zeker verlengingen ook nog. Dus. En wat gaf de trainer mee tijdens de rust om te doen? Ja, vooral dat compacter staan, dat ons blok eigenlijk iets te groot was, waardoor dat hun er eigenlijk redelijk makkelijk door konden. Dat hebben we aangepast en dan zag ik ook wel dat dat beter ging. Gisteren kregen jullie misschien onverwacht een heel mooi filmpje van de mannen. Ook naar jou was er eentje gericht. Ja, hoe heb je dat ervaren? Ja, dat is heel fijn natuurlijk. Er was ook van verschillende spelers, ook van familieleden. We hadden onderling met de speelsters ook samen nog iets geregeld onderling. En dat is natuurlijk zalig dat we zoveel steun krijgen van iedereen en ook van de mannen. Je bent nu het eerste jaar in Brugge. Je komt van Genk, vergelijk dat eens. Wat is het verschil? Wat leeft er meer in Brugge? Ja, ik denk vooral op vlak van professionaliteit dat we in Brugge veel stappen verder zitten dan dat we in Genk zaten. En dan kun je als speler natuurlijk ook veel beter ontwikkelen. Dus. En laatste vraagje, wat is nu de verdere ambitie naar volgend jaar toe en naar dit jaar nog toe? Ja, volgend jaar willen we sowieso opnieuw voor die beker gaan en zo hoog mogelijk eindigen in de competitie. En ik denk dat we nu voor deze competitie de rest van het jaar gewoon moeten mikken op die vierde plaats. En dat is wel gewoon nog haalbaar, dus daar moeten we alles voor doen. Dan zeg ik geniet nu maar van deze overwinning. Een hele mooie. Dank u wel. Dank je.